Voormalig deelnemster aan The Voice of Holland, Samantha Steenwijk, wist in het verleden maar liefst 22 kilo af te vallen. Echter, ze werd onlangs slachtoffer van een advertentie waarin haar foto behoorlijk was bewerkt. Een ironische wending vond plaats toen Yvonne Coldewijer, bekend als de Juiskoningin, nu zelf het doelwit werd van een soortgelijke advertentie. Velen herinneren zich nog het juridische geschil tussen Samantha Steenwijk en de Juiskoningin, waarbij Samantha de koningin voor de rechter sleepte wegens roddels over illegale dieetpillen. Hoewel Samantha het kort geding won, bleef de roddel voortbestaan en zelfs nepadvertenties werden met haar afbeeldingen verspreid. In een van deze nepadvertenties stond: "Het is een methode die iedereen zou moeten proberen," met twee foto's van Samantha. Op de ene foto was ze slank te zien, terwijl de andere foto bewerkt was om haar dikker te laten lijken. Yvonne Coldewijer kon het niet laten om te lachen en deelde deze advertentie op haar eigen juiste kanaal. Ze merkte op: ze hebben Samantha behoorlijk dik gefotoshopt. Nu, enkele maanden later, is het Yvonne zelf die het doelwit is geworden van soortgelijke advertenties. Yvonne deelt een van deze advertenties waarin haar eigen foto's worden gebruikt en schrijft: "Herinner je je nog dat ik moest lachen om de nepadvertenties met Samantha? Krijg gewoon karma." Op vrijdag deelde Yvonne groot nieuws op haar juiste kanaal, dit keer niet over een andere bekende Nederlander, maar over zichzelf. Samen met haar vriend verwacht ze hun eerste kindje in december. Yvonne is momenteel 15 weken zwanger en heeft tot nu toe geen last gehad van zwangerschapskwaaltjes. Voor het eerst deelde ze een foto van haar zwangere buik op haar juiste kanaal.